Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. We gaan vandaag even kijken naar het assortiment wat de Aldi in Duitsland gaat verkopen, want dat is weer bekend. Allereerst wil ik jullie even zeggen, we zijn op dit moment druk bezig met video's maken voor in december. We zijn ook net terug van een trip. Binnenkort komen daar meer video's van, maar dat is de reden waarom we nu even minder actief zijn, omdat we alles geregeld willen hebben voor jullie in december. We gaan weer iedere dag uploaden om 4 uur, dus hou dat in je agenda. Iedere dag om 4 uur een video en we hebben weer gekke dingen meegemaakt, jongens. Markten bezocht, in de sneeuw gestookt. Jullie gaan het allemaal zien binnenkort. Het is dus bekend wat ze gaan verkopen bij de Aldi. Ik heb dus verschillende foto's doorgestuurd gekregen van dit YouTube kanaal. Dat is een Duitse YouTuber, dus even een dikke shout-out naar hem. Dit is namelijk een Aldi in Tudern, net over de grens bij Sittard, die gepresenteerd heeft wat ze dus gaan verkopen dit jaar. Helaas staan de prijzen er nog niet bij, maar we kunnen wel een soort van indruk wekken wat er allemaal veranderd gaat zijn, of wat er nieuw komt, wat er weg is. Dus laten we dat maar doen. Allereerst wil ik even zeggen dat vorig jaar heb ik natuurlijk verteld in deze video dat de prijzen gelijk zouden blijven. En dat kwam natuurlijk omdat door de lockdown waren er heel veel vuurwerkartikelen blijven hangen in die boten en zo, in die schepen. En ik had toen gezegd van ik verwacht dat volgend jaar wij die prijsverandering mee gaan maken. Dat weten we dus nu nog niet, maar omdat ze dus nu nog niet met prijzen communiceren, verwacht ik wel dat we echt de shark gaan zijn met de prijzen. Bijvoorbeeld een Artus die vorig jaar 4 euro kostte, zal denk ik wel 5 euro zijn, et cetera. Maar dat gaan we dus helaas niet in deze video kunnen zeggen, omdat dat nog niet bekend is. Dus zodra dat wel bekend is, kom ik even met een folder video. Als je de Aldi betreedt, zie je dit gelijk. Dat zijn de vitrines. Hoe mooi is dat? Het is al halverwege november, maar toch voelt het alsof we net uit de zomer komen. Maar je kan dus wel gelijk zien wat ze dus gaan verkopen. Dus mocht je in de regio wonen, ga zeker die kant op. Dan gaan we eventjes naar de eerste cake. Dat is de Euphorica. 139 shots. Wat ik wel raar vind is dat Weco vroeger dus bij de Lidl werd verkocht. En Helios bij de Aldi. Alleen lijkt dat dus een beetje gemixt te zijn de laatste jaren. Want hier zie je dus Weco bij de Aldi liggen. Al is het eigenlijk volgens mij dezelfde fabrikant. Deze 139 shots, nou eigenlijk een beetje troep als je het mij vraagt. Wij gaan eigenlijk echt voor de kleinere cakejes. Kijk ermee uit als je die kant op gaat, want officieel mag je dus tijdens de verkoopdagen wel gewoon je vuurwerk kopen in Duitsland. Omdat ze dit jaar dus ook op de 28e van december, de 29e van december en de 30e van december gaan verkopen in die landen. Alleen mag je dus in Nederland niet meer dan 25 kilo in je auto hebben. Moet er een Nederlands tekst op staan, geen pijlen, geen rotjes, geen single shots. Dus kijk ermee uit, jongens, want je zal maar gepakt worden met bijvoorbeeld de rotjes uit Duitsland. Dan ben je dus gewoon alles kwijt. Hè? Dus ze kijken dus niet naar, oh, een Artus mag wel. Je bent gewoon alles kwijt. Volgende artikel is de Sky of Diamonds. 152 shots. Duurt 130 seconden. Nou, dit is ook zo'nzelfde voorbeeld. Veel shots. Ja, ik heb niet zo'n hoge pet van dit soort grote dingen. Dus wel een compound van Helios, jullie zien het. De volgende is de Iron Heart, verkopen ze ook. 103 shots. Die is ook van Helios. Je kan wel de artikelen bekijken online trouwens, de video's ervan. Maar ik ga dat nu niet doen, omdat eigenlijk wel bekend is hoe deze artikelen eruit zien. De volgende is de Dreamcatcher. 185 shots, deze compound. Nou, dan kan je wel ruiken dat er heel veel mines bij zitten, geel. Dus laat je niet foppen. Ik denk dat deze een eurotje of 30, 40 kost. Dan denk je dat je een hele grote cake hebt. Maar uiteindelijk is het heel veel zacht vuurwerk. De volgende is de Final Showdown. Op zich ook wel, ja, troep vind ik. En nu zien jullie ook het bewijs dat het 2024 is. Dus echt van dit jaar. En niet foto's van vorig jaar bijvoorbeeld. De volgende is de Midnight Hunter. 148 effecten. Vind ik ook altijd een beetje dubieus als ze daarmee communiceren. Want het zijn geen shots, maar effecten. Dus dan betekent dat er waarschijnlijk ook meerdere kraklinstaarten bij zitten en weet ik veel wat. Laten wij gewoon liggen, hoor. De volgende is de Witchcraft. 104 shots. In één keer aansteken staat er. Maar 30 mm kaliber kan niet veel voorstellen natuurlijk. Dan moet je echt wel minimaal 25 mm hebben. Dan heb je deze. Dat is de Heavy Metal Reloaded. Ik ken deze niet, maar... mochten de mensen deze kennen of gehad hebben, laat het even in de reacties achter. 19 shots. Nou, nu kom je wel bij de wat aantrekkelijkere cakejes. Want deze zal een eurotje of 7 kosten, denk ik 8. En voor die prijs 19 shots is het wel lachen om hem te halen. Want het is gewoon 30 mm. Dan heb je de Galaxy. Die
ken ik ook niet, maar hij schijnt niet nieuw te zijn, maar ik ken hem niet. 2 keer 100 shots, zegt me niet zoveel, maar ik vind het geen aantrekkelijk artikel ogen. Tenzij de video's anders bewijzen hoor. Dan heb je de Big Boom Bastic, 20 shots. Deze ken ik ook niet, maar 20 shots, 25 mm, ja, dat kan best wel eens wat leuks zijn. Dus ik vermoed dat als wij deze kunnen kopen, dat we die zeker gaan halen. Dan de volgende, dat is de Blowout, de XXL Power Battery. Ja, is rond, dus dan moet ik gelijk al eigenlijk denken aan mines. Of dat het geval is, weet ik niet. Ik besteed mijn kilo's liever aan andere artikelen. Dan heb je de Dragonfire, 51 shots. 25 mm, zal een eurotje of 12, 13 kosten, vermoed ik. Nou, kijk, deze kleinere zooi, of deze grotere cakes, wat kleinere zooi is, is op zich wel leuk om erbij te halen. Vooral als je om 12 uur wat minder te besteden hebt. En deze kan je gewoon ook stoken om, vanaf 6 uur 's avonds, dus dat is wel gewoon top. Dan heb je het enige nieuwe artikel, jongens, in het assortiment van de Aldi dit jaar. Dat is de Rody. 53 shots, 25 mm. Normaal gesproken zou ik deze denk ik laten liggen. Hij is 500 grams. Maar ik denk dat ik hem ga halen puur omdat hij nieuw is. En dan wil ik hem gewoon even gaan testen voor jullie. Dus dit is het enige nieuwe artikel wat ze dus in het assortiment van de Aldi dit jaar gaan verkopen. Op zich wel een mooie naam, mooi design van Weco. Maar ik heb me laten vertellen dat dit eigenlijk de Highlander is van de Lidl. Alleen dan heeft hij de naam Rody bij de Aldi. Dus we gaan het zien. Volgens mij is er nog geen video van beschikbaar. Maar het schijnt dus dezelfde artikel te zijn. Dan heb je de Eternity. 44 shots. 25 mm. Er is gewoon heel veel copy-paste in Duitsland natuurlijk. Verschillende effecten. Wat meer effecten erbij. Allemaal dezelfde soort prijskategorie. Ik verwacht dat deze een eurotje of 9 zal kosten. Het zijn budgetcakejes. 9 euro. Lachen om bijvoorbeeld vanaf 6 uur te doen. Maar om 12 uur zal niemand jouw complimenten geven dat dit een hele mooie cake is. Dan heb je de volgende. De Rusk Star. 56 shots en dan 20 mm. Nou, dat zegt echt voldoende. Zoveel shots voor zo weinig millimeter. Nou, die laten wij het liefst gewoon liggen. Want zoals ik al eerder in deze video heb gezegd. Je kan maar beter de kilo's besteden aan echt vuurwerk in Nederland bijvoorbeeld. Dan dat je deze kilo's besteedt aan dit soort troep. En ja, ook de afgelopen jaren zijn ze veel meer aan het controleren op kilo's ook. Dus hou daar rekening mee, jongens. Nou, jullie zien het al, als je dus in die Aldi staat, kan je dus ook de QR-code scannen om gelijk de effecten te zien. Helaas nog niet de prijs, maar de effecten kan je wel checken. En ze hebben deze vitrines natuurlijk gewoon neergezet om alvast voor oud en nieuw een beetje je lijstjes te kunnen samenstellen. De volgende is de Tristan. 19 shots. Nu kom je een beetje bij de cakes die ik aantrekkelijk vind. Voor in projecten bijvoorbeeld. 19 shots. Deze is ook wel bekend. Van Helios. Gaan we denk ik wel halen. Een cakeje van of zo. Dan heb je deze. Dat is de Poison. Was natuurlijk een aantal jaar geleden de Artis. 16 shots. Maar vorig jaar had je de Artis 10 shots en de Poison 16 shots. Dat is dus nu weer het geval. Deze was volgens mij uit mijn hoofd gezegd 4 euro. En ik verwacht dat deze eigenlijk dit jaar 5 zal zijn. Minimaal vanwege de prijsstijgingen. Maar goed, dat is nog niet bekend. Dan heb je hier wel de Artis. 10 shots. Volgens mij was die vorig jaar 2,99. En dat is natuurlijk gigantisch duur als je kijkt naar vroeger met de Reno's. Het klinkt weinig, maar het zijn maar 10 shots natuurlijk. Ik verwacht dat deze ook wel een eurotje omhoog zal zijn. 10 shots. Maar ik ben zelf eigenlijk alleen een fan van die 16 shots. Dus wij gaan denk ik alleen maar voor de Poison. Dan heb je nog de Eruption. 16 shots. Zal eenzelfde soort artikel zijn als de Poison. Maar dan wat rode kleuren denk ik. Wel multi-effecten. Op zich wel lachen ook om hier een cakeje van te halen. Uit mijn hoofd gezegd zijn er trouwens 12 cakes in een karton. Dus mocht je bijvoorbeeld denken ik wil een heel karton Artis gaan halen, dan zitten er 12 van in een karton. En dat betekent dus dat je voor vorig jaar voor 48 euro een heel karton had. En dat deden wij dus ieder jaar. Maar we gaan nu wel gewoon net als afgelopen jaar heel erg op de kilo's letten uiteraard. Duitsland staat natuurlijk bekend om de wat grotere fonteinen. Wij laten ze altijd liggen omdat ik niet echt een fan ben van fonteinen. Maar op zich, als je van fonteinen houdt, kan je er zeker een aantal meenemen. De laserfontein van de Lidl nemen we wel ieder jaar mee. Copernicus. Ja, 86 shot, 15 mm. Kan niet veel voorstellen. Hetzelfde geldt voor de Parsifal 72 shots. 30 mm zie, 13 mm zie ik. Deze ken ik natuurlijk van de afgelopen jaren. Dit is voornamelijk pof, pof, pof. En weinig boom. Heb je nog zo'n fonteinen battery?
ook rond, dus dat stelt ook weinig voor. Dan heb je de Van Gogh, 83 shots, 15 mm. Geldt eigenlijk hetzelfde als de Parsifal. Gewoon lekker laten liggen, tenzij je weinig te besteden hebt. En dan gaan we over naar de pijlen. Let wel op bij de pijlen, jongens. Die mogen natuurlijk niet in Nederland sinds 2-3 jaar. En dat mocht eigenlijk al niet, want in de pijlenpakketten zaten vaak rotjes of strijkers zelfs. Waardoor je dus eigenlijk al illegaal was als je die legale pijlen meenam. Je hebt de Camelot, de Viel Geluk, Ivanjo en de Avalon. Het zijn mooie pijlenpakketten voor die prijs. Alleen helaas zijn ze dus in Nederland verboden geworden door het pijlenverbod. Dus wij laten ze gewoon netjes liggen. Maar ja, dat is gewoon erg zonde. Pak je F1. Nou, dat is op zich wel grappig om te doen, maar natuurlijk niet met oud en nieuw. Maar ook in Duitsland kennen ze dus F1. En volgens mij staat er ook een Nederlandse tekst op. Dus je kan hem halen voor kinderen. Dan heb je de Party Fever. Nou, vooral confetti is dat. Dit is ook confetti. Dat is confetti. Nou, dit is ook een soort van knalpakket volgens mij. Ja, jackpot. Dit ook. Jullie zien het, er zitten rotjes in het pakket. Dus gewoon lekker laten liggen. Dan heb je de single shots. Nou, die waren altijd heel erg aantrekkelijk om te halen in dit soort landen. Want ook erg goedkoop. 10 stuks. Volgens mij ook een eurotje of 5 of zo, dacht ik. Maar sinds dat single shots verboden zijn in Nederland, is ook dit dus een risico om te halen. Dan kan je veel beter gaan voor de dingen die nog in Nederland toegestaan zijn. Dan heb je die dubbele shots en die van Catan, die Scream Thunder Cakes. Dus deze laten wij ook liggen. Fonteinenpakketten geldt eigenlijk hetzelfde voor. Vaak zit daar dus een knalpakketje in. En dat ene knalpakketje kan er dus voor zorgen dat jij alles wat jij koopt in Duitsland in beslag wordt genomen. Want als er dus iets illegaals bij zit in jouw auto, dan nemen ze ook gewoon de legale dingen mee. Dus jullie zien het, jongens. Het assortiment van de Aldi is al bekend. En ik heb me laten vertellen dat vaak wat ze in de vitrines neerzetten, dat echt het assortiment zal zijn uiteindelijk. Het enige wat er nu ontbreekt, wat jullie misschien al is opgevallen, zijn de kubische. Dat waren die rietjes, die rieten dingen. Die doosjes die ze verkochten, die knallers. Het lijkt erop dat die niet meer verkocht gaan worden en dat is erg jammer. Ook al mogen ze niet in Nederland, is het toch erg zonde, want dat waren echt unieke producten. Maar de kans is erg groot dat die dus uit het assortiment zijn. En die Roadie is natuurlijk nieuw. Verder is er niet iets nieuws. Thanks in ieder geval voor het kijken. Mocht ik iets vergeten zijn of jullie hebben tips wat ik niet verteld heb, laat het weten in de reacties. En mochten de prijzen bekend gaan worden, dan komen wij gelijk met een nieuwe video. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe video. Later.